SV-Urk-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij de samenvatting van de wedstrijd Urk-DVS 33, gespeeld op zaterdag 8 april 2023. Scheidsrechter van deze wedstrijd is Frank de Winter en pupil van de week is Jelle Kapitein. En dan moet je even kijken hoe hij dit doet. Kijk die houding. En dan gaat er een dubbele schaar eruit komen. En dan maakt hij keurig netjes af. Speelt een JO 9-1 op het middenveld. Houdt deze speler in de gaten, dit spelertje. Jelle Kapitein. De wedstrijd begon rustig. Beide ploegen zaten elkaar af te tasten. De VS komt hier op rechts door. De eerste 10 minuten was het toch meer kijken naar elkaar, een beetje de zaak aftasten. Later was het toch Urk die meer initiatief nam. En dat zien we hier gebeuren. Het eerste schot van Lucas Tol. Die gestopt werd door de goede keeper van DVS. Weer een aanval van Urk. Ieder die doorschuift naar Lucas Graal maakt een actie. En dan een overstapje. En dan is het Riekelt Neentjes. Die ja, hier had eigenlijk iets meer in mogen zitten. Maar schot werd gekeerd door de keeper. Urk bleef drukken houden. En daardoor kwam DVS in de problemen zoals hier. Ja, en dan is het Hessel Snoek die in, de, ja, in nog geen 2 minuten tijd krijgen we hier 2 kansen. Hessel Snoek die hem eigenlijk met zijn linkerbeen moest schieten. Dan krijgen we een hoekschop. Johannes Schrijver. Mooi strak. En die bal komt achter. En Urk bleef hoog druk houden. Maar DVS is een goed voetballende ploeg. Risse Strijker pakt deze bal. Werd later nog als man of the match genomineerd. Met een paar mooie reddingen. Krijgt Riekelt eigenlijk een klein duwtje, maar de scheidsrechter die goed floot liet doorgaan. Dan is het de Lucas Tol die nu op links doorgaat. En dan is het hier Johannes Schrijver die met een halve omhaal in de handen van de keeper schiet. En dit was eigenlijk wel de derde of de vierde kans over Urk de eerste 30 minuten. Maar ook DVS kwam af en toe gevaarlijk door. Hier wordt een hensbal geclaimd. Hoekschop van Stef Nijland en weer een hoekschop aan de andere kant nu. Door dezelfde speler genomen. En dit bedoelen we dan. Dat was de eerste kans van DVS. Met een goede redding van Risa Strijker. Ja, beide ploegen die goed vanuit de organisatie in de eerste helft speelden. Hier is het aan Jan Ras die de prachtige mooie paas geeft op Lucas Tol. En hier had eigenlijk meer in moeten zitten. Misschien links had moeten geven op Lucas Graal. Maar jammer genoeg. Ging deze bal over.
weer een mooie redding van Richie Strijker. Speler van DVS die de bal tegendraads inkopt. En zo gaan we rusten met de 0-0 stand. Daar waar eigenlijk Urk wel meer verdiende. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. De tweede helft is begonnen. En we zien eigenlijk een hele andere tweede helft vergeleken met de eerste helft. DVS die hoog druk ging zetten. En Urk probeerde de opbouw moeilijk te laten maken. Eigenlijk was niemand gebaat bij 0-0 stand. Maar Urk kwam er hier goed uit. Gelijk in de tweede helft al een mooie kans voor Lucas Graal. Die naar binnen insnijdt, maar geen doel treft. Het doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel. Zo zie je dat DVS veel meer het initiatief wil nemen. Urk bleef de aanval zoeken. Net zoals waar ze in de eerste helft ook mee geëindigd waren. En hier is het Lucas Tol die een actie voorbereidt. En die wordt eigenlijk van achteren gehaakt. De scheidsrechter fluit. Het is binnen de 16. En dan is het de penalty. De spelers van DVS zijn verbaasd. En dan is het Riekeld Jan Brans. Ja, die prima inschiet. En zo komt Urk op een 1-0 voorsprong tegen DVS. En dat is zeker niet onverdiend. Als we kijken naar het aantal kansen over en weer. En Urk bleef doorgaan met aanvallen. Zoals hier nu ook weer. En dan is het een prachtige mooie combinatie. Jan Ras die links doorgaat en wil terugtrekken. Wat logisch is. Maar een speler van DVS blokkeert dit schot. Waardoor eigenlijk de 2-0 niet kan vallen. Inmiddels is er ook al een speler van DVS met rood uitgegaan. Vanwege praten. Maar DVS die bleef daarin doorgaan. En krijgt hier een aanval op links. En haalt hier een corner uit. DVS ging 3-3-3 voetballen en Urk kreeg er wat moeite mee. Nu een corner. Ja, en die wordt zo waar met 10 man ingeknikt. En zo is het 1-1. Tegen alle verwachtingen en verhoudingen in. Maar het gebeurt. DVS op 1-1 met 10 spelers. En het is net of DVS terug in de wedstrijd kwam. Want hier een vrije trap. Urk kreeg het er moeilijk mee. Vrije trap van Stef Nijland. Ja, en die raakt de kruising. En zo blijft het 1-1 in de 86e minuut. Beide ploegen die roken toch ergens de winst. Urk met een man meer situatie en DVS die het probeerde. Hier gaat Klaas Romkes, maar de mooie paas van Jan Ras door. En geeft hem op Pieter Brans. Maar die is een schot, die mist kracht. En Urk wilde eigenlijk wel doordrukken nu. Na deze teleurstelling. Maar dat lukt in deze aanval niet. En zo wordt
een tegenaanval opgezet door DVS. Via de gevaarlijke Stef Nijland. Maar ook daar was het buitenspel. En zo krijgt DVS weer een vrije trap op bijna dezelfde positie als net. En zo bleef het toch gevaarlijk. Maar dit schot gaat naast. Krijgen we nog een aanval weer van Urk via Lucas Stol die naar binnen snijdt. Die de neentjes geeft. Pieter Brands wordt aangespeeld. En dan is het de doelman van DVS die opzij tikt en Jan Ras die hem kan inschieten. Maar dat schot wordt geblokkeerd door een speler van DVS. En dan is het nog een corner. Jelle de Boer die kopt. En Klaas Ronkes die een mooie omhaal in gedachten had. En zo gaan we naar het einde van de wedstrijd toe. Dan is het toch nog weer DVS. Met een schot wat net voor langs gaat. En zo bleef het over en weer gevaarlijk. En de scheidsrechter fluit nu af voor deze wedstrijd. En dan kunt u nu luisteren naar de interviews van beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec Installatietechniek. En No Milk Today. Ja, trouwens, welkom. Ja, dankjewel. Tot de 60e minuut was er eigenlijk niks aan de hand. Twee aanvallende ploegen die proberen met verzorgd voetbal de wedstrijd proberen te winnen. Door jullie zijn eigen spelers werden jullie uit de wedstrijd gehaald. Hoe kan zo'n ervaren ploeg als jullie dit overkomen? Ja, dankjewel. Inderdaad, tot de 60 minuten was het een opgaande wedstrijd. Aan beide kanten toch wel kansen. Misschien wat eerst zelf hadden jullie misschien wel wat grotere kansen. Na de 60 minuten kwam er een gegeven moment een overtreding op een van onze centralen. En de scheidsrechter geeft hem tegen. En dan kwam er bij die jongens heel veel frustratie bij de scheidsrechter terecht. En voordat ik het wist, gaf hij twee keer geel. Ervaren ploeg hebben wij. Maar ik weet niet wat er precies gezegd is, maar dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat de scheidsrechter twee keer geel geeft voor praten. Juist, dat is gebeurd. Daarna komen jullie op achterstand met de penalty. Complimenten voor jou en je assistent dat jullie redelijk rustig bleven. Dan brengen jullie twee wissels binnen. En eigenlijk die wedstrijd die draait een beetje. En het leek erop dat jullie met vier man bleven druk zetten. En Urk had er heel veel moeite mee. Ja, maar goed, we hebben samen besloten om... we stonden 1-0 achter na die penalty. Toen hebben we het omgezet naar 3-3-3. Dus drie vooruitzetten en gewoon alles of niks. En het bleek te werken. Hè. Dus de centrale achterin bij jullie kregen daardoor wat moeilijker. En wij kwamen wel in de wedstrijd, we kregen wat kleine kansjes. We maken dan die 1-1. En daarna kan ook nog bij ons de 2-1 erin gaan met de vrije trap van Stef Nijland. En uiteindelijk op de laatste hebben jullie nog een dot van de kans. Die eerst goed gered wordt door de keeper en daarna nog tegen de rug van een van onze verdedigers die zich er vol op gooit. Dus ja, maar we zijn super blij en zeker met 10 man om hier gelijk te kunnen spelen. Ja, dus hier gaat de tevreden trainer naar huis toe met een punt. En ik wens je voor de rest van de competitie heel veel succes en een goede thuiskomst. Ja. Henny, ik denk dat je vooraf voor een punt zou tekenen, denk ik. Maar tot de 60 minuten, jullie komen 1-0 voor en denk je 3 punten in de pocket. Wat gebeurde met jouw ploeg daarna? Nou, misschien moet ik bij het begin beginnen. Dat is denk ik wat logischer. Nou, ik vind dat we de eerste helft dat we goed deden. We speelden tegen een ploeg die het positiespel goed onder de knie heeft. Daar hadden we echt veel moeite mee, dat wisten we ook wel. Daar hebben we ook wel onze aanpassingen al op gedaan.
Maar desondanks dat zij wel veel aan de bal waren, creëerden wij eigenlijk de meeste kansen. We hadden echt goede kansen om op voorsprong te komen. Nou, dat gebeurt dan niet. En dan ga je de rust in en dan ja, er is er eigenlijk geen noodzaak om dingen anders te doen. En dan krijg je de rode kaart. Dat was wel een kentering. Ik moet eerlijk zeggen dat 10 minuten, kwartier na de rode kaart, tot dan hebben we gewoon goed gespeeld. Ik vond toen hadden we het geduld. Zij gaven ook niet echt te druk. Ze bleven een beetje hangen achter de middenlijn. En toen, wat we wel goed deden toen, was de bal rond laten gaan in de achterste lijn. En het spel verplaatsen van links naar rechts of van rechts naar links. En dan kom je in een overtal aan de zijkanten. Want daar lag ook het gevaar bij Lucas en Lucas. Om daar door te komen. En ja, daar creëerden we ook nog een aantal kansen uit. Alleen toen zij met 3 man druk gingen zitten en 1 erachter. Ja, toen was het bij ons eigenlijk helemaal over. Toen dan gingen we alleen maar lange ballen spelen. Terwijl je normaal ook in een 4-3-3 heeft ook te maken met tegenstander die met 3 dan druk zet. Maar hadden we niet meer de intentie om te voetballen, om rust in het spel te brengen. Want daar ging het, in die fase ging het erom dat je door de eerste druk heen moet komen. Want zij nemen risico's met die voorste 3. Als je door die druk heen komt, dan creëer je numerieke meerderheid op het middenveld. En dan kun je gaan voetballen. Dan komen de oplossingen vanzelf. Maar daar zijn we niet meer aan toegekomen. Ja, en dan krijg je twee schoten van Stes Nijland. Eerst werd goed gepakt door Richard. Ja, daar kun je alleen maar een diepe buiging van maken. Want dat zijn natuurlijk fantastische ballen die hij op de goal schiet. Maar goed, ook voor de 1-1 hadden wij natuurlijk nog een beste kans. Met Jan die doorkomt. En daar halen we dan toch te weinig uit. Het was vorige week niet anders. Dan maak je een goede aanval, kom je door op de 5. En dan de eindpaas komt er niet aan. En dat is doodzonde. Want we hadden natuurlijk vandaag hadden we een hele belangrijke stap kunnen zetten. Nu werd ook een paar keer al aan mij gevraagd. Ja, ben je nu tevreden met een punt? Of vind je niet dat je punt hebt laten liggen? Nou ja, je gaf het zelf al aan. Voor de wedstrijd had ik voor een punt getekend. Na de wedstrijd ja, blijf je toch met een beetje een wrang gevoel blijf je over. En ook in het kader van degradatie. Want we hadden natuurlijk nu een hele belangrijke stap kunnen zetten. En dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. En nu ja, pak je maar 1 punt. Wat er 3 hadden kunnen zijn. Maar goed, het is niet anders. Daar moeten we mee leven. En volgende week een nieuwe wedstrijd, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, wat ik zelf vond deze wedstrijd, wat Urk normaal een zwakte is. Als zij in de omschakeling vaak balverlies hebben. En nu was het lijkt wel andersom dat ze heel goed accepteerden op de omschakeling van de tegenpartij. Er kwamen een paar mooie kansen uit. Ben je het er ook mee eens? Ja, dat klopt. Dat is ook, maar dat heeft ook met de restverdediging te maken. Maar heeft ook vooral te maken met als wij hun onder druk zetten. Dat je dan, je hoeft niet de eerste bal te veroveren in de voorhoede. Maar als je wat verder inzakt, dan blijf je compact spelen. En als je dan de bal verovert, dan betekent dat je voorste mensen ook vrij zijn. Die kun je dan ook met 1 paas bereiken. En die zet je dan vaak in een 1-1. Wat met Lucas een paar keer gebeurde. Het is alleen jammer dat ze hem dan niet verzilveren. Maar ja, dat doen we een stuk beter. En dat heeft ook te maken met de restverdediging. Daar hebben we ook heel veel aandacht aan besteed. We willen graag allemaal voetballen, aanvallen. Maar we vergeten nog wel eens, als we de bal kwijt zijn, dat een tegenstander vrij makkelijk door de linies heen kan spelen. Nou, dat is gewoon een kwestie van organiseren, blijven staan. Johannes Schrijver gaat, dan weet Jan Ras dat hij moet blijven. 1 back gaat, de andere moet blijven. Zodat je altijd minimaal 4 tot 5 spelers achter de bal houdt op het moment dat je de bal kwijt bent. Want als je dat hebt, dan kun je ook gelijk druk zetten. En dan kom je ook aan voetballen toe. En dan geef je ook weinig kansen weg. Henny, bedankt. Graag gedaan. Fijne pijl zijn. Ja. Zal, hè?